Of geworstlust. Ja, van, of geworstlust. Om de traditie in de, een beetje hè, in het ere te houden. Oké, okay. Ja, dan zijn we klaar. Ja, go dan. Wacht, ik moet even auto hebben gekozen. Ah, Cliff, heb jij trouwens niet al eens geprobeerd met een R8 of niet? Ja, ik heb geprobeerd. Ik ga het nu nog eens proberen. Ah, ja. Oké, okay, cool. Ik kan nog even eerst met mijn VR-bril ontwasemen, want ik zie niks. Oh, mannetje. Maar het is niet veel beloofd met een R8. Ik was er straks aan het rijden. Oké, ik ben er, sorry. Ik krijg hem niet onder de 1,485. Nee, is toch anders, hè? Hij rijdt echt totaal anders. Een R8, Dat maakt het allemaal niet uit, jongen. Ik vind alles prima. Dus, we gaan inderdaad dus in januari racen in Daytona, of wat? Ja. Zeg, en voor mij is het allemaal klaar trouwens, maar... voor de groep nu, als ik het goed begrijp, zijn we met 3 in tier 1, hè? Ja. Dus dat wil zeggen dat we sowieso een probleem hebben qua grouping. Ja. Ja. Maar Cliff, jij gaat toch met een Lambo, of niet? Ik normaal had het oorspronkelijk wel gezegd, ja. Ja, ja, ik vind prima, maar ik was aan het denken van, ik denk van misschien dat jullie, omdat jullie toch normaal gesproken ietsje sneller zijn, dat jullie samen in een team willen maar, zitten. Dat maakt niet uit, ik wil me gerust ook competitief opstellen met iemand anders, dus daar kan ik mij wel over zetten. Het is jammer dat er niet bij zijn natuurlijk, sowieso. Ja, dat vind ik ook. Ik had liever ook wat er met z'n allen waren eigenlijk. Ja, voilà. Maar dan, dan is wat het is, hè. Yep. 18 graden trektemperatuur. Met een pitlimiter werkt, dus. En met een resetknop zit nu op het toetsenbord. De grootste verandering sinds een half jaar. Ja, die heb ik ook niet meer staan, denk ik, de resetknop. Ah, jawel, toch, ik heb hem nog wel staan. Oeps. Maar ik kan hem niet gebruiken, dus. Ja. Maar ik kan hem clear. Alright, Mark. We've got 29 minutes to get the job done. Your brakes are cold. Be careful. Oh, ik kan nog niet meer de pit uitreizen. Oh, man. Na de keeltjes mogen de limiter af. Ja, dat heb ik gedaan. Heb ik gedaan. Een hele moeilijke pit-exit, vind ik. Klopt. Een heel smalle. Ja. En mijn koude bandjes al helemaal. Ja, ik mis die Omelie stuurdingen van mijn. Maar ja, goed. En vinden die er niet meer? Is dat niet meer? Is dit er niet meer terug? Is dat er niet bij? Nu is het gewoon Xbox controller. Van... Ja, jammer. Het is nu heel twitchy zo. En ik. Ja. Je gaat veel last van mij hebben, jongens. Ik hoop dat je mij vlot kunt voorbij. Daar ga ik al. Gaat de wandjes, jongens. Komt wel goed. Ja. Zie ik, als ik maar een beetje stuur, vlieg ik al van een rechte baan af. Hoi. Ja, maar dan is dat je probleem. Maar merk niet zozeer dat je het verloren bent. Het is gewoon meer het probleem van... Ja, ik ben je profiel kwijt. En ik zag het in één keer omdat hij elke keer als ik het spel laat, dan staat er rechtsonder welk profiel dat ik heb met een controller. En in één keer, dat is die naam niet. Klopt. What the fuck? En toen ben ik gekeken en die is weg. YouTube kanaal en al staat er nog op, maar ik kan het profiel gewoon niet meer laden. Dat is lastig. Ja, dus dat die paste die curve een beetje aan dat hij een beetje boven stond. Hè? Ja. Maar ik weet nu ook niet van buiten. Nee. Nee. Ja, als het mij te moeilijk wordt, dan ben ik er weg, hè, maar ik ga niet proberen rage quitten. Probeer niet te laag te rijden hier, Mark. Jongen, ik moet proberen hem op de baan te houden. Clear right. Ziet? Daar ga ik. Ja, nee, het gaat niet. Ik krijg, als ik maar een klein beetje tik tegen die controller, dan schiet hij weg. Jawel, maar zit in de settings al eens, controller sensitivity 20 punten naar beneden. Maar die staat al zo laag. En steering sensitivity dan? Eens even zien, hè. Controls. Op hoeveel staat het nu? Steering sensitivity staat op 35. Dat is al laag. Ja, dat is al laag. Ja, want anders krijg je de bochten niet gepakt. Ik denk dat inderdaad wel de standaard is. Ja, 50 was eigenlijk de standaard, maar... Nee. Niet voor de gamepad. Niet voor de gamepad, nee. Ja, oké, goed. Dus ik zit daar inderdaad helemaal mee vast en ik... Kom maar, ik niet flauw doen. Heb je controller al terug trouwens, maar ik heb je goeie. Nee.
Echt? Nog altijd niet? Nog altijd niet, ze zijn die nog altijd aan het maken. Ah, maar. Ik ben al twee weken aan het wachten. Trip. Die heb ik opgestuurd 4 juni. Oef, jong. Het is, hij was aangekomen eind juli, is hij aangekomen. Mm-hmm. Ja, en nou heb ik vorige week bericht gekregen dat ze hem onder andere gaan nemen. Maar... Stay behind the white line. Maar ja, die controller gaat het niet veel doen hoor. Deze is ook een Xbox One controller, het is wel niet de Elite Serie 2, maar de Serie 1 nog. Maar... Mm-hmm. Ja, die andere, die nieuwe, had dan wel een iets fijner thumbstick, dat wel. En die zijn niet verwisselbaar met de oude, dat is wel jammer. Maar als ik hier op die rechte baan al zoveel moeite heb, come on. En nu speed sensitivity of was dat die? Goh. Dan moet ik weer een auto aan de kant zetten, hè, wacht. Ja, sorry ze nog. Nee, maar ik probeer te helpen. De leader has just done a 155.62. Speed sensitivity... 0. Ja, dit is wat omhoog. Die is op 40. Inderdaad. Of 50 zelfs. Oeh. Dan moet ik er wel uit om effect te hebben, hè. Nou, we hebben tijden. Mijn kont ging niet naar waar dat ze moest gaan. Speed sensitivity staat op 40 nu. Oké. Probeer nu eens. Dat zou eigenlijk wel een pak beter moeten zijn. Ik ben eens benieuwd. Nee! Oh, jammer. Ah. Ja. Is toch wat twitchy nog. Scout, hè? Ja, de banden duurt langer voordat de banden waren worden. Nou, toch begint het nu hoor. Ik heb ze nu 1,7 klaar en groen. Nou ja, ik zit al op 78, maar wel dat zo blauw. We zitten nu rond de 70 graden, zeg maar, 75 graden. Checken, dan kan ik zo niet zien. Ja, dit gaat precies beter. Nog niet te vroeg iets zeggen, Mark. Ik heb nog een week verlof en nog een week de kans om wat te oefenen. Nee, te enthousiast. De achterkant komt te enthousiast en dan ook iets aan doen. Ja jongens, merci, dit lukt een pak beter. Alsjeblieft. Voor een tip lief. Ja, oké, okay. Duidelijk. Nou weet ik niet meer wie van de twee ik moet bedanken, ja. Ding voor elk lief. Oh, oh, allee. Je speed sensitivity, Mark, wil eigenlijk zeggen, naarmate dat je meer snelheid maakt, hoe minder gevoelig dat je controller is. Aha.
Ja, inderdaad, het was op die lange rechte snelle stukken dat je dan een keer zo twitchy werd, hè? Yes. Ik moet alleen nog even met full load gaan rijden. Waar is jullie, topsnelheid? 272 of zo? Ja, ah, zoiets had ik ook wel. Ik zal daar eens kijken. Nee, ik moet ook iets aan die voorbanden, de krijg ze niet warm, jong. Sorry. Hoor? Ja, zodat ik zo in de weg zit. Zit hij hier achter u? Nee, nu niet meer, gelukkig. Nee, ik zit in de buurt zelfs. Oh, had jij dat niet? Nee. Zal actief zijn misschien? Nee. Shit, heb ik te laat gezien. Ja? Ja, nu zit er iemand anders. 20 minutes to go, 20 minutes. Er is nog iemand in, hè? Ja, iemand van 4-1. Straks de video nakijken. Oké, met deze trektemperatuur heb ik inderdaad wel problemen met de voorbanden. Er komen ongeveer 100 gram bij. Minstens. Of aan meer toe. Six. Left side, clear left. The leader's just done a 3:23.9. Oh! Left side. Oh, shit, sorry. Yeah, maakt niet uit. Schade staat af, hè? Ja. Ik aan mechanische schade. Maar als je automatisch schakelt, mag dat niet uit. Wat hebben jullie aan vleugels staan? Ik heb 0 en, of 1 en 3. 0 en 2. 1 en 3 of anders 0 en 2. Ja, ik heb die van mij ook op 2. Want die mij kun je, kun je niet instellen. Nee, bij mij wel. En recht wel. Ik heb gewoon die 2, die heb ik gewoon nodig om hem enigszins stabiel te houden. Bij 0 is, valt gewoon niet mee te rijden. Ik denk dat ik nu een redelijke set heb gehad. Nou, nog leren snel ermee. Ja. En dadelijk even testen als die volledig volgetankt is, wat hij dan doet. Hè. On your right. Clear right. Ik heb al stop bijna 2 takten, zeg maar. Wat zeg je, René? Ik heb al stop bijna 2 takten gehaald. Oké. Okay. Dat is de zicht. Dat haal ik niet. Nee, echt. Je last.
Cliff, wat dat ook helpt, is engine braking op 2 zetten. Op 2? Nee, sorry, op 3. Maar dat is gewoon, hè? Ja, met een deze, en ik met een rechting dan niet. Ik zal het een keer proberen op 5 dan. Ik weet dat er iets was met die inbreek. Okay, Mark, 15 minutes left, that's 15 minutes. Good lap, that's your quickest today. Sector 3 is 2.5, off the pace. Ik snap alleen de lijnen van het circuit niet helemaal in de zin van wat nou precies off-limit is en wat niet. Dat is een heel moeilijk te vatten. Zeker op die bochten, hè? Op die. Oh fuck. Zeker bij die kombochten, hè? Ja, de opgang daar naartoe en ook naar die chicane en zo. Ja, klopt. Ja. Niet over de gele lijn. Maar bij de erop te rijden is dat moeilijker. Rijden jullie nou op zout of op hard? Ik rij op hard. Ja, ik op hard. Het is wel de bedoeling om op zacht te rijden, niet. Ben dus in een weg wel goed uit, dus ik heb een linker voorband die iets niet goed doet. Wat moeten ze hebben? 80 graden zoiets eigenlijk, hè? Ja, softjes, ja. Die mogen niet over de 80 eigenlijk. De soft? 80 à 90 graden is het max. Anders vervalt de garantie, of wat? Nee, dan verliezen ze hun grip. Exact dezelfde rondetijd. Een paar duizendste na. Ja, dat is iets te laat gerend, dat moet je dus niet doen. Oké. Okay. Dus rond de 46 kan krijgen. Dat is heel anders dan de technische puinkruid. Dat is heel cool, hè? Nee. Nee, dat weet ik niet dat goed is. Ik zie er al eentje staan met 43,8, dus. Okay. Ik ga eens even kijken met wat meer benzine erin gooien, kijken wat die doen. Ik ga heel veel minder voorbereid zijn dan jullie. Zo? Ja, ik kan gewoon niet geoefend hebben buiten vanavond. Ja, ik ook niet, eigenlijk.
daarmee. Ja, die is daar wel mee bezig. Ja, ik kan. Oké, Mark, je hebt half je fuel left. Wat ik kon doen met die setup, omdat ik denk als je eenmaal een basis setup hebt, dan kun je die ook op andere circuits nog toepassen. Hè? En ik heb nou vakantie tot vandaag en dan niet meer. Dus, sector 3 is 2.7 seconds off the pace. Een paar keer wat extra tijd erin steken, en anders lukt het toch niet meer. Nee, maar daarmee dat ik het zeg, jullie hebben er al waarschijnlijk al een pak meer tijd in gestoken in je setup dan wij. Want dit is denk ik mijn eerste basic setup dat ik aan het doen ben nu. Ja, dat heb ik ook wel iets meer ervaring. Ik heb het nu wel een beetje, ik begin het een klein beetje in de smiezen te krijgen, maar ook een heel klein beetje. Ik blijf alleen heel ver weg van alle dampers en dat soort spul. Daar blijf ik wel vanaf, dat snap ik toch niet. Minutes to go, that's 10 minutes left. 7th position. The car ahead has just done a 215.10. Ik heb er niet met jou gepast en nu voelt hij precies veel. Verlaagd of verhoogd? Verlaagd, ja. Eigenlijk verhoogd. Meer dan nul. Het is dan wel heel negatief, hè? Op de lijn. Op welke downforce heb jij nu, Cliff? 0 en 2. Oeh. Balzie. Tja, we moeten. Oké, Mark, you've got 10 minutes of fuel remaining. Ik heb dit in de indruk dat ik sneller ga. In de camber zorgt voor meer road contact, hè, dus dat wil zeggen dat je niet precies sneller gaat. Nee, zeker meer rolweerstand. Ik heb een rechte stutter. Nee, maar hij rijdt nu wel een pak stabieler in de bocht. Dat wel. En dat is wel fijn. Godverdomme. Was jullie rempunt aan die chicane? Een paar meter voor die zwarte streep. Wat zeg je? Een paar meter voor die zwarte streep aan de rechterkant. Ah ja. Maar als ik er precies op rem, dat lukt soms wel, maar dat is afhankelijk van de rembalans en dan moet ik die gaan aanpassen. En dat doe ik niet. Ik laat hem liever staan, want anders vergeet ik het ooit een keer en dan gaat het mis. Ja, dus, snap ik. Zo, dan heb ik twee basic. Eentje met hard en eentje met zacht. Met zacht die is nou geladen en die ga ik nou aanpassen, zodat ik meer benzine mee kan nemen. Het waren 35 rondjes, zeiden jullie. Hè? Ja. Right side. Clear right. Het is precies 100 liter, maar doe er wat meer bij. Voor een extra rondje. Ik denk 105 liter. Dan. 105 liter maar, denk ik. Zo. Dan save. Save to nul. 105. 8th place. That's your fastest lap today. Nou, hoeveel jij er laag in de off the pace, the guy behind has just done a 5.15.6. Dat is een graad eraf. Ja. Oké, okay, eens proberen. Ik wil voor jou zetten. Oei, je kan niet meer rijden of wat is dat nu? Wel. Maar wel, dat is 6 minuten. Ja, kan niet meer. Ah ja, nu wel.
Dat dacht ik wel. You're locking your fronts into bus stop. Okay, Mark. 5 minutes to go. 5 minutes left. Estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Ja, René, een nieuwe tijd kom ik deze moment. Jullie harde banden hebben toch? Misschien als die softs proberen. Ja, ik was nu met zo'n zwezig. Ik heb inderdaad gewoon een tikkeltje afgehaald, maar niet geen dat jij hebt. Nee. Echt niet. Maar dat gaat ongeveer een seconde langzamer zijn, denk ik. Met 100 liter brandstof. Ja. Tenth position. We're running on fumes, mate. Sector 3 is 2.6. Off the pace. Clear left. Jij is al de soft serie nu, Pim, of niet? Ja, 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 ja. En? Met een tijd om... Ja, nu ga ik het voor. That's 2 minutes left. 2 minutes. Nou, toch zit ik op het middengedeelte vergelijkbare tijd. Dat scheelt niet zoveel. Het ligt wat stabieler nou. Behind has just done it. 206.45. On your left. Clear left. Ja, is gewoon dezelfde tijd. B11. 2 liters remaining. Thank you.
Ah nee, ik haal de ronde niet meer. Check the flags out. P11. Nou, ik hoop niet meer. That's the end of the session. Oh, P11. Ik had op mijn eentje te kunnen rijden. Mijn hand slaapt. Mijn gat is hier. Ik zit hier op een oude stoel. Dat is toch niet hetzelfde? Oh ja, ja. Dat is wel iets heel anders dan gamingstoel, ja. Die kon ja, er niet mee pakken. Ik heb gewoon een bureau, hè. Gewoon een bureaustoel, maar dat... Ik heb nog geen echte race seat, hè. Ja, dat zou ik ook niet doen, ook niet. Enkel die in games... Die lijken mij ongemakkelijk, hoor, zo'n racing seat. Maar is het wel hoor. Ja, dat wel, maar dat staan wielen onder. Zo'n racing... Ja, zo'n gaming chair, ja, ja. Nee, ja, ik heb een echte, een opvouwbare strandstoel met ja. Een stuurmount op. Mm-hmm. Ik zit mee. Ik niet. Ik zie je nu echt in de strandstoel zitten met zo'n zeilke zo, maar ik... Ja. Ja, bij mij is het bizar slecht. Ik weet één ding, als je in je beatbox zit, zoals nu, mm-hmm. en je zit in een tuning setup aan het mossen, dan moet je goed oppassen. Want als je eruit valt, of als het naar de volgende sessie ja, gaat... Ja, dat is niet opgeslagen. Ja, en niet alleen dat, hè. Dat kan zijn dat je de volgende race niet op start kunt drukken. Ah, zo. Dat was bij mij de bug de vorige keer. Mooi. 44, nee, ik verlies alles in sector 1. Sector 2 is eigenlijk nog wel oké. Wauw, wauw, goed wel. Oh, zie dus jong, 8 seconden heb ik trager als Luc. Ja, goed, niet aan opjagen, ik moet het nog allemaal terug leren, Mike. En ik ga die in speed sensitivity, daar ga ik eens deze week mee experimenteren, want in één keer scheelt dat wel een hoop. Ik ga gewoon met de volle ja. tank rondrijden, gewoon te oefenen. 35 laps. Ja, zonder liter inderdaad. Oh, pitstrategie, ja, dat moet wel nog even. Moeten we kijken. Gaan we een pitstop? Ja, ik denk dat gewoon even doe. Want gewoon eventjes te oefenen. Uitproberen. Zo. Ja. Zo. Dus no full repair. Ja, yes, dat moet ik hebben. Werk. Save the new setup slots. Daytona race. Save. Strategy splash and dash. En ik ben mijn naam vergeten aan te passen, zie ik nu. Maar dat is misschien nog niet zo slecht. Ja, maar dat hoort eigenlijk wel, hè. Dat hoort eigenlijk wel. Ja, maar ja, I'm not associated with this clan, want ja, ik heb echt al een heel slechte tijd. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat niet om de tijden. Het gaat om de sociale inbrengen, Mark. Yeah. Ja, maar dan heb ik hier ook een pint staan en die heb ik nu niet staan. Ja. Ik had niet in de gaten al zo laat was, dus ik zat ook in de wijn net. Dus dat helpt niet, hè. Blijkbaar wel, maar je staat tweede. Ja. Ja, zuip ik, godverdomme, René. Ja, dat moet de volgende keer ook wel doen, dan. Luc moet duidelijk niet op een houten stoel gaan zitten. Dat helpt niet voor zijn tijden. Nee, mijn setup ook niet. Het is, Heb je gimpen bij, Luc? Wat zeg je? Of je gimpen bij je hebt. Schoenen, sportschoenen. Dat is niet echt nodig. Nee, maar je kunt dan kun je je stoel inzetten. En dan schuift hij niet meer. Ah, dat zag ik iemand anders die dat gedaan. Oh, maar, okay. Dus het probleem is dat niet echt, maar ja, mijn breakmod is, ik moet veel remmen, sowieso. Oh, en hard remmen. Ja. Dus dat is sowieso wel lastig. Oh. Hey, wat is dat? Here we go. Don't is dat fuck this up. Ah, Ronin Stark, wat? Ja. Dat had ik niet gevraagd. Hey, maar wat moet ik doen? Ik krijg iemand... Ik krijg al penalties voor contact en zo, what the fuck? Ja, ik krijg disqualified, omdat voor mij waren ze aan het crashen, dus ik ben er al uit. Oh, ja, er waren er twee, Cliff is trouwens ook gecrashed in mijn ding. Dus ja, dan ben ik hel, jong. En toen, ja, ik kon niet remmen, wie ik kon eruit niks. Allemaal? Ik ben eruit, en de SNS7 is eruit. De rest, jullie zitten er allemaal in, dus dat is goed. Dus doorrace. Ja, of we moeten... Nee, door, want je gaat anders allemaal punten verliezen. Ik heb wel geen start geselecteerd, wat is dat nu? Ja, maar in Daytona zal dat moeten, hè? Nee. Nee? Er zijn toch een paar tracks waar je een rolling start moet doen? Denk dat niet? Kunnen ze, hoor. Leuk. Meen dat we het verleden nog eens een keer meegemaakt hadden? Ik denk dat dat gewoon een setting is, hè? Ja, goed. Ik ga jullie verlaten dan. Oh, sorry, Mark. Nee, ik denk niet echt, Luc. Ik denk dat het zo hoort in Daytona. Dat zal de volgende keer... overmorgen gaan jullie dit doen, of wat? Bij ja, ja. Ja, en ik heb overmorgen niks te doen, dus ik denk dat ik eens meekijk. Misschien dat ik in Mumble ook even kom babbelen dan, hè? Ah, is goed. Altijd welkom. Ja.
We hangen ervan af. Het is hier nu 29 graden. Als het woensdag 35 graden is, dan lig ik dood en moeten jullie mee komen reanimeren. Woensdag is het waarschijnlijk. Woensdagavond zal het onweer zijn, denk ik. Ja, het ging wel afkoelen ook, hè? Ja. Oké. Okay. Goed nieuws. Zou moeten beteren. Ja. Oké. Okay. Toch nog maar 30 graden buiten in plaats van 35. Maar je gaat op mijn opnames zien dat ik er echt niet.